Londen verspreidde het volgende bericht. Onze bommenwerpers hebben aanvallen op schepen en scheepswerven in Rotterdam uitgevoerd. Eén bommenwerper wordt vermist. De werkelijkheid ziet er echter zo uit. Geleden schreef de heer Van Kleffen aan de Times een protestbrief tegen de Britse politiek die kleine volken aan het bolsjewisme uitlevert. Ook hij begint in te zien hoe de Britse vriendschap eruit ziet. Het antwoord van de Britten was snel en duidelijk. Zij lieten het Nederlandse volk van de lijst der bondgenoten afvallen. Regina Baatjes, koningin van den Vrede. Zij ziet nu op een kerkhofsvrede die de Britse bommenwerpers in de dichtbevolkte arbeiderswijken van Rotterdam droegen. Volgens de tot nu toe binnengekomen berichten heeft de Nederlandse burgerbevolking bij deze Britse terreuraanval meer dan 220 doden, voor het grootste gedeelte vrouwen, kinderen en jonge mensen, en meer dan 400 gewonden te betreuren. Hele straten werden vernield en duizenden gezinnen werden dakloos. Op plechtige wijze wordt een deel der slachtoffers op de begraafplaats Krooswijk ter aarde besteld.